Maar ik vind het heel belangrijk dat jongeren in contact komen met sport. En wat is er mooier als er hier een topsporter op school komt die inspiratie is voor leerlingen en voor collega's. Het is belangrijk voor de school ten eerste omdat ik vind dat de leerlingen zich daarop beter kunnen focussen. Ze gezond bezig zijn en dat ze dat vaak thuis niet hebben. En daardoor is sporten op school nog belangrijker geworden. Omdat ze daar hun enige beweegmoment hebben. Sport voor jongeren, vooral van deze leeftijd, is ontzettend belangrijk. Omdat je dan in een levensfase komt waarin de wereld in één keer heel eng en groot wordt. Ik zelf heb een best wel pittige jeugd gehad en sport heeft mij ontzettend veel stabiliteit gegeven. Juist voor deze leeftijd is het belangrijk om houvast te hebben in het leven en sport biedt dat. Het is sowieso gezellig als je gewoon met je hele klas sport. En soms als je gestrest bent of gewoon heel veel dingen aan je hoofd hebt en je sport, dan ben je wel even bezig en dan heb je die dingen niet aan je hoofd. Er zijn een aantal Olympische waarden, zoals excelleren, zoals respect en ook het leren samenwerken met anderen. En als je daarmee in het leven in de maatschappij staat, dan sta je stevig op je benen en is de kans groot dat je ook succesvoller en vooral met veel plezierbelevenis de dingen doet die jij in het leven wilt doen. En daar gaat het vandaag om. Ik ging de straat op. Ik ging dingen doen die niet altijd goed waren. Dus ik ging gewoon heel vervelend doen op school. Overal waar ik ging werd van school gestuurd. Toen ben ik begonnen met judo. Ik weet nog de dag dat ik naar binnen liep. Zijn quotes, zijn verhalen, die inspireren mij. En dan vind ik het erg mooi om zijn stappen door te zetten. En de doelen die hij stelt, zelf in een andere vorm mee te nemen. Ik heb wel veel geleerd over mijn mentaliteit en over mijn mindset. En hoe ik succesvol kan worden. En als er een tegenslag is gebeurd, niet omkijken, maar gewoon naar de toekomst kijken. En als ik jullie vandaag een klein beetje heb mee kunnen geven, dan ben ik al een gelukkige mens. Dus blijf je best doen. En nogmaals, bedankt voor het luisteren.